Hallo iedereen en welkom. Een nieuwe video waarin je al eigenlijk weet waarover het gaat, aangezien je de titel van de video hebt gezien. Maar dit is dus een boodschap voor een tweelingvlam die zelf in de relatie is met iemand anders dan de tweelingvlam. Je kan het ook omkeren. Wat dat heel veel mensen kennen als in een driehoeksverhouding. Maar dus er is een andere persoon betrokken in de vorm van een romantische relatie. Ofwel via jou, ofwel via de tweelingvlam, of zelfs allebei kan natuurlijk ook. Wat is de boodschap en we gaan eens zien wat is de schaduw voor de vrouwelijke energie in deze connectie. Wat als op dit moment doorheen aan het werken is. De schaduw voor de vrouwelijke energie in deze connectie. Mijn keel gaat helemaal dicht. Dus het heeft te maken ook met spreken van je waarheid. Opkomen voor jezelf. En wat krijgen we voor de vrouwelijke energie is de zielsidentiteit en familie. En vandaar ook dat ik waarschijnlijk het gevoel had dat mijn keel werd dichtgenepen, omdat door conditioneringen, door misschien al dan niet de relatie waar je in zit of je twin in zit, dat je het gevoel hebt dat je moet kiezen en blijven waar je bent. En dus dat er geen kans is om de relatie of een relatie of wat dan ook met je twin vorm te geven. We zien aan de andere kant emoties en controle van de zelf. En voor de mannelijke energie, ook kregen we er twee. Wat hebben we? Natuur en perspectief. En de devil met trapped. Het gevoel of verlies van vrijheid, angst en ruthlessness. Ram is misschien voor sommigen ook een extra teken op bevestiging dat deze boodschap voor jullie is. Oké, dan zien we met de tarot wat dat we hier moeten aan toevoegen. Dus zowel de mannelijke als de vrouwelijke energie, en zo, dat is het mooie aan tweelingvlam connecties, omdat je die spiegeling er ook voortdurend in ziet, hebben het gevoel dat ze vastzitten. Bij de vrouwelijke energie heeft het ook te maken met wie dat zij als ziel, als essentie is. En dus verbonden met familie, dat kan ook voorouderlijke patroon zijn, dat kan een community zijn, het idee over wat is familie voor de vrouwelijke energie. Terwijl bij de mannelijke energie gaat het eerder over de manier waarop dat hij kijkt naar zijn leven op dit moment. Wacht, dan zien we dat er nog meer... Oeh, dat is veel te veel natuurlijk. Wat is hetgeen dat we nog meer mogen weten voor de vrouwelijke energie in deze connectie? Is dat één uitgevallen? Oké, eerst deze. De Fool kaart, maar ondersteboven. Dus de vrouwelijke energie uiteindelijk weet dat ze op een nieuw pad terechtgekomen is, maar ze twijfelt of dat ze dit pad eigenlijk wel wilt lopen. Omdat er te veel op het spel staat. Tenminste, dat is de visie, de overtuiging dat zij nu heeft. En dus ook haar waarheid. Wat hebben we nog? De King of Zwaarden. En in dit geval doet me dat denken aan de karmische partner of de soulmate partner. Het hoeft daarom niet per se karmisch te zijn, maar dus degene waarmee dat je nog lessen aan het leren bent, of de soulmate waarmee dat je in een connectie of in een relatie bent nu. En we krijgen ook, en dat is ook weer de weerspiegeling van hier, de devil, maar omgekeerd. Dus door in de connectie te zijn, we zien wat er nog komt, dat is te veel. Door in de connectie te zijn met de soulmate, ziet ze niet echt de weg vooruit. En we krijgen dan de koningin van zwaarden omgekeerd. En dus, dit is de bevestiging dat de vrouwelijke energie in deze connectie zelf de keuze moet maken om
te transformeren. Niet voor een mogelijke relatie met de tweelingvlam, maar voor zichzelf. En ik heb dat zelf ook ervaren, want toen mijn tweelingvlam mijn pad kwam, was ik nog gehuwd. En het moment dat ik de beslissing genomen heb om te scheiden van mijn soulmate, want wij hadden geen karmische relatie, alhoewel elke soulmate waarin je relaties leert zou je kunnen omschrijven als een karmische relatie, omdat het gaat over leren van lessen. Maar dus op dat moment dat ik die beslissing genomen heb, eigenlijk samen met mijn ex, was er op dat moment totaal geen contact met mijn tweelingvlam. En er was ook zelfs niet geen sprake van dat hij ooit zou terugkomen of dat er ooit weer contact zou zijn. Dus dat is hetgeen wat de vrouwelijke energie in deze connectie te doen heeft. Voor zichzelf kiezen en kijken van, wat is dat ik het wil? Los van, als er bijvoorbeeld andere kinderen, of wel kinderen zijn, of gewoon elke andere ziel dat er zou betrokken zijn in de connectie, onthoud dat alle beslissingen die je neemt die voor jouw hoogste goed zijn, dat automatisch ook is voor iedereen die betrokken is in de connectie, in je relatie, en de keuzes die je maakt. Wat hebben we voor de mannelijke energie? Is de 9 van wanten, de 8 van pentacles omgekeerd, de 4 van zwaarden omgekeerd. En wat hebben we nog? Wat zijn er nog? 1 kaart. Oké. Okay. Ik zag 1, het universum zegt meer. Wat hebben we nog? De Knight van wanten omgekeerd. Dus die eenheid in zichzelf is er nog niet. Hij is wel een stuk gefocust op die eenheid in zichzelf, maar ook in de weerspiegeling met de eenheid van de andere connectie. Maar hij ziet nog niet hoe dat het eigenlijk zou kunnen werken, omdat hij voor zichzelf eigenlijk nog niet geen stabiliteit heeft gecreëerd in zijn eigen fysieke leven. Dus er zijn te veel dingen dat wanneer dat hij of zij zou wegstappen van een connectie, van de relatie, die voor hem nu nog niet duidelijk zijn. En wetende dat de mannelijke energie vaak van het logische te werk gaat, is dat voor hem een huge step. Dus het idee dat hij inderdaad vastzit, trapped door de devil, en dus het gevoel heeft dat hij geen vrijheid meer heeft, dat klopt, maar het komt vooral niet omdat er iemand hem vastgoedt of geketend heeft of wat dan ook. Het zijn vooral de gedachten dat hij heeft die ervoor zorgt dat hij niet naar de tweelingvlam toestapt of uit de connectie met de soulmate of de karmische relatie of wat dan ook, wat dat ook maar is. Dus een derde energie niet van loskoppelt op dit moment. En dus ook daar zit zijn les in. Daarin een stuk loskomen, die sprong in het onbekende nemen. Ook al is er nog geen stabiliteit in zijn eigen leven. En net daarom is het belangrijk dat de mannelijke energie ook gewoon focust op zichzelf. En dus niet zozeer op de vrouwelijke energie. Het is wel door in connectie te zijn. En dan bedoel ik niet per se in contact, maar in connectie te zijn met de vrouwelijke energie dat hij geduwd wordt om in zijn proces te stappen. Maar op dit moment zit hij vooral hier. Hij ziet en voelt alleen maar de energie. En hij voelt het als een soort, als een last eigenlijk. Omdat hij het niet op de goede manier kan gaan vertalen. Wat moeten we nog weten? Of kunnen we toevoegen? Oeh. Ja. Ik ga deze eventjes oprapen. En er lagen 2 kaarten in de grond. En diegene die erop lag waren Uranus. Dus dat is ook weer verbonden met de voelkaart. Omdat die Uranus, de energie van Uranus, zorgt voor die verandering. Zorgt voor het omarmen van het onbekende. Zorgt voor die vrije geest. En dus zorgt ervoor dat zowel de mannelijke als vrouwelijke gewoon het gaan doen en het pad van hun ziel gaan lopen. Dus daarna is inderdaad die vrije geest, die vrije free spirit worden. Maar ze moeten natuurlijk opletten voor de, niet voor de kinky seks, dat is ook een deel van deze kaart, of kan een deel zijn, maar dat is niet geen akier voel en hoor. Maar wel vooral de dingen dat ze zichzelf gaan vertellen in hun hoofd. Dat vooral bepaalt waarheen dat ze kunnen, want op zich is er wel een overwinning weggelegd. En als je kijkt op de tijdslijn, dat is hetgeen waar dat beiden, of dit tweelingvlam, koppel eigenlijk naartoe loopt.
Maar ze moeten natuurlijk kiezen voor zichzelf om dan uiteindelijk voor elkaar te kunnen kiezen. Hier opnieuw bevestiging, geluk, harmonie, creatief, reconciliation, dus terug samenkomen, liefde, open en warmte. En wat gaat dat dan uiteindelijk brengen? Een overvloeiende, overstromende overvloed. Het loslaten van alles wat er niet meer dient en uiteindelijk die fulfillment. Ook tears of joy release. Dus de positieve dingen van emoties van de connectie gaan komen. We gaan zien wat dat de boodschappen nog zijn van de mannelijke energie aan de vrouwelijke energie en omgekeerd. Wat zijn de... Wat hebben we? I'm afraid you're going to meet someone else before I'm ready to be with you for good. Dus de mannelijke energie zegt als die bang is dat de vrouwelijke energie gaat zeggen bye bye, salut aan de kost. En ik kies iemand anders. Wat zegt de mannelijke energie nog? Wat zegt de mannelijke energie nog? Wat wilt de mannelijke energie nog zeggen? Oeps, daar gaan we. Zijn er nog de spiegels? Onze innerlijke kinderen zijn aan het wenen. En we moeten hen comfort geven en eigenlijk hun ouders worden. Dus dat gaat over die innerlijke healing ook. En hij zegt en herkent wel dat hij de chemistry, dus de aantrekking wel voelt tussen hen beiden. En dat ze ook die energie moeten vertrouwen, want dat is hetgeen wat ze hen terug samen gaan brengen. Dat is hetgeen dat ik daarnet ook zei. Dat is hetgeen waar de mannelijke energie verder ook op vertrouwt. En wat zegt de vrouwelijke energie in deze connectie aan de mannelijke energie, of wat zou ze willen zeggen? En dan hebben we, ik sluit mijn ogen en verbeeld mij in dat hier ben, het voelt zo echt. Ik begin te begrijpen wat het betekent om in Wavery samen met jou samen te zijn. Ik dacht om over jou, soms is het seksueel, andere keren visualiseer ik onze toekomst samen. En ik probeer mijn comfortzone te verlaten met betrekking tot dit issue. En dat is hetgeen dat we net ook gezegd hebben. Dus de vrouwelijke energie stapt en verbindt met haar eigen mannelijke energie om uiteindelijk dan ook de connectie verder, dus de eenheid eerst in zichzelf en dan later de eenheid met de anderen, met een andere partner vorm te geven. Voilà, dat was voor deze video. Ik ben aan het kijken. Ik ga een andere video maken waar er totaal geen contact is. En een tweelingvlam apart nog ook voor de video. Waarin dat de tweelingvlam niet kan zien hoe dat alles vooruit kan gaan. Die video's, als je dat wilt bekijken, die staan of die worden opgenomen. Of de toegang verleend voor de mensen die in de tweelingvlam supportgroep zitten. Omdat het ook echt de bedoeling is dat ze ook ondersteund worden in de dingen waar ze tegenaan lopen. Dus als jij jezelf herkent in het stuk van dat je op dit moment totaal geen contact is. En of je zit in een tweelingvlam connectie of in een connectie waar je eigenlijk niet ziet hoe dat alles vooruit zal kan gaan verlopen. Dan nodig ik je uit in de tweelingvlam supportgroep. Waarin dat je dan toegang krijgt tot alle verborgen video's. Voilà. Ik ga deze week wel nog een video uploaden voor de energie van juli, met ook diepere boodschappen. Dus als je daar interesse in hebt, zou zeggen, geef een likeje en zorg dat je geabonneerd bent op het kanaal, omdat je dan ook melding krijgt van wanneer ik nieuwe video's upload.